Raam raam, vandaag gaan we het hebben over een 10-jarig hindoe meisje dat ontvoerd is in Pakistan en bekeerd is. Weet wat er daarna gebeurde. Hindoe meisjes zijn niet veilig in de provincie Sindh in Pakistan. In Sindh worden hindoeïstische meisjes ontvoerd en met geweld bekeerd tot de islam. Je zult geschokt zijn als je weet wat er met een 10-jarig meisje is gebeurd. Karachi. De toestand van de hindoes in Pakistan is zeer zielig. Fundamentalisten ontvoeren hindoe-meisjes openlijk, bekeren ze met geweld en trouwen met ze. Ook de politie wordt in veel van dergelijke gevallen alleen in de rol van toeschouwer gezien. In de Pakistanse provincie Sindh is een geval aan het licht gekomen van de ontvoering van een 10-jarig hindoe-meisje en het onderwang trouwen met een moslimman. De ambtenaren hebben het meisje echter gered. Er worden valse documenten voorbereid. Ontvoering, gedwongen bekering en huwelijken van minderjarigen en tienermeisjes blijven een groot probleem voor de hindoe-gemeenschap op het platteland van de provincie Sindh. Volgens Shiva Kachi, president van Pakistan, Darawar-e-Ittehad, een NGO opgericht voor de rechten van minderheden, werd in een andere zaak in Zanger een 15-jarig hindoe-meisje onder dwang getrouwd met een 50-jarige moslimman, die nog niet is hersteld. Shiva zei woensdag dat valse documenten worden opgesteld met medewetten van corrupt politiepersoneel en dat wanneer de ouders of advocaten van het slachtoffer de zaak voor de rechter brengen, de documenten in de rechtbank worden voorgelegd. Wat is er met het 10-jarig meisje gebeurd? Shiva Kachi zei dat het 10-jarig meisje vorige week werd ontvoerd van buiten naar huis in het dorp Kotgulam Mohammed in Mirpurkas en naar Sirhandi Air Samaro Madras werd gebracht. Hij zei dat het meisje werd gedwongen de islam te aanvaarden en vervolgens met Shahid Talpoor was getrouwd. Maar toen de kwestie aan de orde werd gesteld bij gebiedsfunctionarissen, kwam SSP-politie Anwar Ali Talpoor tussen beiden en haalde het meisje terug naar zijn huis. Raam raam!